En ook deze week aandacht voor actuele politiezaken die spelen in onze provincie. Je krijgt zo meteen ook beelden te zien. Dus kijk mee als dat even kan via de televisie, de site of de app van Omroep Flevoland. Sherine El van de Politie Midden-Nederland. Die praat ons bij dit keer. Sherine, deze week aandacht voor een winkeloverval. Ja, want op woensdagochtend, 26 augustus, heeft er in een supermarkt aan de Meistraat. in de seizoensbuurt in Almere een overval plaatsgevonden. Het was best wel heftig, want het personeel werd echt bedreigd met een behoorlijk groot mes. Nou, we zijn nog op zoek naar deze dader. En, nou, vandaar dat we deze zaak heel graag hier onder de aandacht willen brengen. Nou zien we dit soort overvallen vaak plaatsvinden aan het uh, einde van de dag. Maar dit gebeurde dus echt in de ochtend, hè? Ja, er was een behoorlijke vroege vogel. Hij was er al om uh, tien over negen bij. Um, nou, verder kan ik er nog over te vertellen dat we heel veel beelden hebben van de overvallen. We zien hem aankomen lopen, we zien hem de overval plegen en we zien hem ook weer vluchten. Daarom proberen we zoveel mogelijk beelden hiervan te laten zien en we hopen heel erg dat mensen hem op deze manier herkennen. Nou, misschien wel door zijn kleding of misschien door de manier waarop hij loopt. Um, nou, je ziet als goed is hier de verdachte aankomen lopen. Hij komt dan uit de buurt van basisschool Aurora. En de dader loopt dan de supermarkt in en loopt hij eigenlijk direct naar kassa 4. En dan spreekt hij de kassamedewerker aan en heeft dan een heel groot mes in zijn handen. En uh, ja, hij zegt dan dat hij geld wil. Nou, de die wordt dan meteen opengedaan en er wordt geld uitgehaald. Hij heeft een witte plastic tas bij zich waar het in moet worden gedaan. Nou, als dat is gebeurd, wandelt hij naar kassa 1 en spreekt hij ook die kassière aan met hetzelfde verhaal en bedreigt hij ook haar met een mes. Ja, maar als hij dat geld uit de tweede kassa in zijn plastic zak heeft, dan wordt hij onverwachts gestoord, geloof ik, hè? Ja, het lijkt dan alsof hij wordt aangesproken door een klant in de supermarkt. Nou, dat duurt even. Uh, de dader besluit naar aanleiding daarvan, denken wij, te vluchten. Uh, we zien hem dan op de beelden nog naar buiten, sprinten richting weer basisschool Aurora. En uiteindelijk pakt hij een omafiets en gaat hij van vandoor via het moutmolenpad. Ja, en jullie willen die overvaller uh, natuurlijk zo snel mogelijk opsporen? Ja, deze meneer die moet echt zo snel mogelijk van straat, want we willen natuurlijk niet dat dit nog een keer gebeurt. Wat kun je zeggen, uh, Sherine, over zijn signalement? Nou, we hebben net in ieder geval die beelden gezien. We zijn op zoek naar een jongen of een jonge man van rond de 17, 20 jaar oud, denken wij, met een uilpostuur en een donkere huid. Uh, op het moment van de overval had hij zijn mond bedekt met een zwarte sjaal of een buff. Dat is zo'n kapje die je bij het skiën draagt. Hij droeg een zwarte, korte, gewatteerde jas. Hij had een capuchon op, die leek los van zijn jas te zitten. Nou, verder had hij een zwarte broek aan, een joggingsbroek van een, met een glanzende stof. Daar zaten verticale groenblauwe strepen op. Aan de, aan de zijkant van zijn broek. Nou, daaronder had hij zwarte sneakers. Hij had een zonnebril op met gespiegelde glazen. En hij had dus een mes bij zich. Ja, een behoorlijke grootte van 25 centimeter lang. Nou, en dat gestolen geld stopte hij in een wit plastic tasje met een zwart logo erop. Het logo was van JD Sports. Nou, deze jongeman sprak met een matig tot licht accent. En het leek alsof hij zijn stem tijdens die overval wat zwaarder maakte. Nou, en hij vluchtte dus weg op een omafiets. Ja, dat is een vrij uitgebreide beschrijving van de verdachte. Mensen met tips over deze overval of over de overvallers... die kunnen contact opnemen met de politie via de opsporingstiplijn. Dat is 0800 6070, 0800 6070. Anoniem je informatie doorgeven, dat kan ook. Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. 0800 7000. Shirin bedankt voor uh, alle informatie. En mocht het je nou te snel zijn gegaan of je wilt nog eens even rustig die uh, beelden terugkijken... dan kan dat straks natuurlijk op uh, uh, de website van Omroep Flevoland en de Facebookpagina.